Omdat de vorige aflevering van fucking YouTube nieuws zo in de smaak gevallen is, zijn we hier met Deil 2. Welkom bij fucking YouTube nieuws. Dit is vanaf nu de kom voor het speciaal nieuws. Dat betekent dus als er speciaal nieuws is, sla ik op de kom. We krijgen hier even binnen dat de allereerste fucking vlog van Get Owned Season 2 online staat. Vodafone Playfester Basecamp, dat is de nieuwe Get Owned. We hebben hem eindelijk gevonden. Maar is hier wel? Ja, hij is er, dat hoor je. Hij is half. Ja, je moet ook wel eens nieuw nemen. Oh, jezus! Ik heb gewoon de deur eruit getrapt, hè? Wat? Oh, jezus, en en buiten alle challenges die hier elke week online komen, hebben wij zelf ook gewoon elke dag een vlog gemaakt. En die vlog staat nu online. De allereerste vlog van de nieuwe Get Owned staat gewoon online op het oude channel van Get Owned. Ik was net die vlog aan het kijken en ik neem een slok water terwijl ik aan het kijken ben. En wow, ik verslik me gewoon van het lachen. En ik dacht even dat ik ging doodgaan en dat ik ging stikken in mijn water en dat gedaan was. Ik had niet verwacht dat die vlog zo leuk was. Wat is dat voor het? Wat zeg je? Kun je nog één keer uitleggen waarom jullie hier slapen in de rest van de tijd? Ik weet het zelf niet. Ik weet het zelf niet zo goed, maar ik ben wel blij dat ik hier lag. Ik moet even checken hoeveel vrije bedden er zijn, waar dus mensen nu voor in een tentje aan het slapen zijn. Het is echt sneu als je niet denkt. Die eerste vlog staat online, de link staat in de beschrijving. Ga die checken, abonneer op het kanaal. Er komen elke week video's online. De ene keer een vlog, de andere keer een challenge. En ze zijn echt alle twee even hard. Het is samen met Veras, Matty, Chesto, Gio, Hanne. Ga kijken. Link in de beschrijving. Kijk misschien eerst nog deze video uit, dan gaan dan kijken. Let's get it! Free Acer! We beginnen deze aflevering met een hele... En ze kunnen way back die iemand in de rij dan. Armo was right, is terug op YouTube. En misschien niet in zijn vorm van vroeger. Hij lijkt nu meer op Calvin. Calvin. Yo, what up, Calvin? What's good? Calvin. Nu, jullie moeten weten, Calvin en ik gaan echt al way back op YouTube. Zoals je hier kan zien, we gaan duidelijk way back. Serpent Gameplay had een hele leuke video gemaakt waarin hij een soort van expose gooide op Calvin en op nog allemaal andere YouTubers. Deze video is niet bedoeld om bepaalde partijen zwart te maken, maar... Deze video wel. Deze video is wel bedoeld om bepaalde partijen zwart te maken. Dit kan niet. Kun je doen alsof. Wat wij weten is dat Calvin helemaal niet alsof gedaan heeft. En daarvoor bedanken wij Serpent Gameplay hard. Want ik vind het altijd leuk om zo dingen te zien. Dit is een serie die je zo fucking legit zou kunnen doen. En wat zo hard is. Doen alsof dat je kapper bent en iemand zijn haar opfokken is fucking hard. Maar als je dan 1000 keer blijft zeggen op je Instagram. Yo, what up, Calvin? Ik heb vandaag gedaan alsof en het is 100% legit. Geen fake shit. Ik ben niet Armo. Jawel, je bent wel Armo. In zijn video kun je doen alsof je een autoverkoper bent. Verborgen camera. En het is 100% echt. What up, Calvin? Kijk, zie jullie deze vrouw en hij verkoopt die auto aan die vrouw en ze maken proefritje dit dat. Nu, die vrouw zit ook in de video Busy Ja Parody. Deze vrouw is gewoon een fucking figurant en doet er allemaal YouTubers en filmpjes mee. What up, Calvin? Hier staat er dan ook verborgen camera. Er is niet zo verborgen camera en er zit ook gewoon allemaal in zijn video. Calvin, bro, ik dacht dat we way back gingen, bro. Maar nee, ik doe niet eens moeite om alsof te doen. Hey, no problem, man. You get the bag and I respect the hustle. Hey, al deze beef heb ik ook ruzie gemaakt met JJ Boske. Hey, JJ, bro. Thanks, bro. Alweer. Omdat ik zo in de red geneukt ben door YouTube, is het even tijd voor een korte campagne. Free money for me. Dit is een campagne. Maar luister goed naar wat ik zeg. Veel plezier. Respect. Oké, okay? Hustle. Kom de 45 seconden zijn gesponsord door Nox Clean. Raad ik het gebruik van deze app aan. Zeker niet, maar hier komt al een sponsor video. Woo! Ja, ik heb geld nodig. Liep me op. Heb jij nu last van een te trage fucking Android telefoon? Dan is er hier nu voor jou. Een fucking app. Dit is gesponsord door Nox Cleaner. Een snellere fucking Android telefoon. Als je iPhone hebt, kan je dat helemaal niet doen. Maar als je Android hebt, woe! Met deze app kan je alle shit van je Android verwijderen. Die is door hen 3 jaar op je telefoon hebt gedownload. Dat was eigenlijk allemaal niet de bedoeling. Maar die shit staat allemaal op je telefoon. Kun je nu allemaal verwijderen. Hey. Dat is pretty clean, huh? Zo clean dat zelf je fucking WhatsApp opruimt. Woehoe! Pretty clean, huh? Of het werkt, weet ik niet. Maar als je het wil doen, moet je het maar doen. En dan kan je die app ook raten. 5 sterren. Moet dat aan fucking... Yes! PewDiePie is getrouwd. Hey, PewDiePie, man. Congratulations, man. Belgische media moesten natuurlijk ook een artikel schrijven hierover. Bekende en controversiële YouTuber PewDiePie is getrouwd. Belgische media pikt eindelijk op dat YouTube ook een ding is en dat YouTube gewoon tv aan het smacken is en dat YouTube nice is. Toch vond de VRT het nodig om aan de onderkant van hun fucking artikel toch nog even te vermelden. Tegelijk is hij in het verleden al een paar keer het voorwerp van controverse geweest met taalgebruik dat als antisemitisch en racistisch werd beschouwd. De man die dit voorjaar in Christchurch in Nieuw-Zeeland 50 mensen vermoordde in 2 moskeeën riep tijdens zijn
zijn gruwelijke daad expliciet om op PewDiePie te subscriben. Hoezo schrijf je een heel artikel over dat PewDiePie getrouwd is en dat hij 100 miljoen heeft, maar moet je op het einde gewoon dat nog even vermelden? Let the man be happy, man! Het is alsof dat elke media denkt daar altijd moet bij vermelden als ze iets schrijven over PewDiePie. Elke keer als er een Belgisch fucking nieuwsding iets schrijft over PewDiePie, schrijven ze daar elke keer bij. Al is die foto waar dat lijkt alsof hij een nazi pak aan heeft, vinden ze het ook nodig om daar gewoon elke keer bij te melden. Laat hem gelukkig zijn, man, hij is getrouwd. Belangrijk nieuws. Amazone Woud is aan het fucking afbranden. Ik hoop dat iedereen daarvan op de hoogte is. Mijn boom Chris vindt fucking fucked op dat Amazone gebied aan het afbranden is. Ik had iets voorbij zien komen op Twitter en dat was dit. It's raining back in the Amazon. 160.000 likes, 63.000 retweets. Mensen zeiden zo van, oké, het draait daar, het Amazone gebied is al safe. Weet je wat het ding is? Mensen zijn zo goed geloven op het internet. Like, ik weet niet wat deze foto is, maar er is helemaal niet van nu. En dan die tweede foto. What the fuck? Mensen zijn zo goed geloven op het internet. Like, er is een fucking tweet van GC Manriquez. Deze guy, wait, what's up, man? Hij heeft gewoon random shit getweet en fucking veel retweets gekregen zonder rijden. Dat even aan het zop is in het Amazonegebied. Het regent daar elke dag. Wat is dan altijd fucking hard aan het branden? Deze tweet betekent letterlijk niks, maar 63.000 mensen denken van, oké, het is safe. No, it's not safe. Chris, bro. Het is niet safe, maar hey, we got this. Kunnen we even sad music krijgen voor dit sad nieuws? In heel de YouTube-wereld zijn er heel veel sad wijnvideo's. Nu, het is gedaan met Gio en zijn nieuwe vriendin. Of het is niet gedaan, maar ze nemen een stapje terug. Ja, jullie vragen je natuurlijk af waarom wij de laatste tijd niet meer samen zijn. De laatste 2 weken. Dit is sad, man. Dit is fucking sad. Het ding is dat hij de dag voor deze video in de auto zat met een chick van 14. Fucking 14 jaar en zo gemeen, hoor. Hey, wie was degene die jou appte? Ja, appte mij. Oh, dat vind ik wel cute. Ja, hè? Oké, nou laten we naar binnen gaan. Heeft Gio zijn chick gewisseld voor een meisje van 14? Who knows? Maar we kunnen hier wel uit concluderen. Misschien wel Gio het strakke. Het is gewoon nog niet gedaan, we hebben gewoon nog een bericht. King Alert promote hentai app. De app is wel voor 16 jaar en ouder en met name geschikt dus voor jongens. Want ben jij een beetje onzeker, weet je niet hoe je meiden aan moet spreken? Dat leer je dus een beetje speelonderwijs in deze app. King Alert promote 16 plus app voor jongens met naakte chicks in. En als je een beetje mazzel hebt, stuurt je ook nog eens leuke, grappige en soms een beetje sexy foto's. Weet jij niet hoe je meisjes moet aanspreken? Speel dan mijn 16 plus seks app. Heb jij juist de antwoorden? Krijg je geile pics van cartoon chicks. King Alert met de goede promos, man. Respect the hustle, respect the fucking hustle. Pretty nice. Yes. Hey, pst, de video is nog niet gedaan. Dit is de secret message. Ik drop binnenkort nieuwe fucking kleren. En dit zijn ze. Oh, dit is zo fucking nice. New merch. Ik ga niet liggen als dit er niet strak uitziet. Dan denk ik dat jij niet weet hoe strak kleren eruit ziet. Het ziet er fucking clean uit. Dit is al fucking clean. Het is fucking nice. Ik ben niet kijken naar deze video. Ik zie jullie de volgende keer terug. Love. Bye. Mijn boom zag ook you.